Vrijdag 13 maart 2020 kondigde de regering van de Republiek Suriname in de Nationale Assemblée en op de aansluitende persconferentie reeds enkele maatregelen aan, te weten dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020 om middernacht reizigers tot nader orde niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied. Met onmiddellijke ingang sociale bijeenkomsten tot maximaal 100 personen beperkt dienen te worden. In navolging hiervan maakt de regering van de Republiek Suriname samen met het Nationaal COVID-19 Management Team bekend dat in het kader van het voorkomen van een COVID-19-epidemie in Suriname aanvullend de volgende maatregelen zijn getroffen. De capaciteit voor quarantainemogelijkheden voor contactpersonen van COVID-19 gevallen en van personen die de afgelopen 14 dagen in risicogebieden, dat zijn alle getroffen landen, eilanden waar er lokale transmissies van COVID-19 plaatsvindt, worden in de aankomende week uitgebreid naar 2000. Alle onderwijsinstellingen, openbaar, bijzonder en particulier, worden met ingang van maandag 16 maart 2020 gesloten. De paasvakantieperiode is vastgesteld van 16 maart tot en met 14 april 2020. Afhankelijk van de situatie zullen de scholen de deuren weer openen op woensdag 15 april 2020. Alle repetities, schoolonderzoeken en tentamens op scholen van alle niveaus zullen worden verschoven tot na de paasvakantie. Het hoger onderwijs wordt aangeraden om zoveel mogelijk via online tools zich voor te bereiden op het examen. Te rekenen van 15 maart 2020 middernacht tot en met zondag 22 maart 2020 middernacht zullen alle niet-ingezetenen met een recente boeking als ook niet-ingezetenen die eerder wensen terug te keren naar hun land, outbound, binnen 1 week uit Suriname worden getransporteerd. Deze faciliteit wordt geboden gezien er indicaties zijn dat wereldwijd de airports mogelijk zullen sluiten. Dit betekent dat de vliegtuigen vol vertrekken vanuit Suriname naar de verschillende destinaties en leeg terugkomen naar Suriname via zogenaamde ferry flights. Vanaf heden worden slechts vrachtschepen in Suriname binnengelaten, boten met een ander doel worden niet toegelaten. Cargovluchten blijven toegestaan. Ingezetenen die in het buitenland zijn gestrand, kunnen contact maken met een dichtstbijzijnde diplomatieke of consulaire missie van de Republiek Suriname om zich te registreren voor een door de overheid uit te voeren repatriëringsvlucht. In het uiterste geval kunnen ingezetenen contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij. Bij repatriëring zullen de personen aan de volgende criteria moeten voldoen: Surinaamse staatsburgers zijn, ingezetenen zijn met een geldige PSA-kaart, of in het bezit zijn van een geldige verblijfs- of werkvergunning. In het bezit zijn van een retourticket naar Suriname met een reeds geplande terugdatum voor 13 april 2020. Bereid zijn in verplichte quarantaine te worden geplaatst voor een periode van 14 dagen. Vreemdelingen in Suriname kunnen contact opnemen met hun desbetreffende ambassades of consulaire missies in Suriname. Indien er geen ambassades of consulaten van hun thuisland hier te landen zijn, kan men e-mailen naar konza.suriname@gmail.com of konza@gov.sr. Landen die verzoeken hebben om hun onderdanen af te halen op Surinaams grondgebied, dienen zich te richten tot het ministerie van Buitenlandse Zaken op het e-mailadres konza.suriname@gmail.com of konza@gov.sr. Zij kunnen ook contact maken met het ministerie van Buitenlandse Zaken via de telefoonnummers 471527 en 477030, toestelnummer 278. Te rekenen van 14 maart middernacht is de service van de Kanawaima stopgezet. Het Kanawaima management is thans drukdoende te inventariseren hoeveel personen terug moeten naar Guyana. Na inventarisatie zal toestemming worden verleend wanneer deze personen terug kunnen naar hun land. Het gebruik van mobiele betalingssystemen, zogenaamde QR code payment systemen, worden aangemoedigd zoals UnifiPay en MoPay om de uitwisseling van munt- en papiergeld te verminderen en daarmee de kans op besmetting te verminderen. Alle crèches, openbaar en particulier, zullen met ingang van maandag 16 maart sluiten.
Voor wat betreft de residentiële opvanginstellingen voor mensen met een beperking en opvanginstellingen voor senioren, laten wij per heden tot nader orde geen bezoekers toe, tenzij er een dringende, nijpende situatie zich voordoet en de leiding van de instelling anders moet beslissen. Telefonisch contact is wel toegestaan. Indien het gesprek via de centrale van de instelling loopt, zal het kort moeten zijn. Er worden geen vergunningen en of toestemmingen verleend voor het organiseren van bijeenkomsten of evenementen waarbij meer dan 100 personen bij elkaar komen. In dit kader zijn alle vis, vlees, fruit en groentemarkten gesloten. De landelijke controles van de Economische Controledienst ECD in samenwerking met de politie en bestuursdiensten om prijsopdrijving tegen te gaan worden voortgezet. Er wordt thans samengewerkt met de winkeliers naar een beperking bij de verkoop van maximaal 5 items per persoon van voornamelijk elk levensmiddel, medicamenten, toiletartikelen, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, PPE, Personal Protective Equipment, zeepsoorten en water. De 56e avondvierdaagse AVD zal geen voortgang hebben in de periode 15 tot 18 april 2020. Vervolgtrainingen worden verzorgd aan gezondheidswerkers en first responders. Ook de gezondheidssituatie van deze werkers wordt nauw gemonitord. Alle personen die de afgelopen 14 dagen uitlandig zijn geweest en of in nauw contact geweest zijn met personen waarbij COVID-19 bevestigd is of griepsymptomen vertonen, zijn verplicht contact op te nemen met de hotline van het BOG op 178 voor verdere instructies. Dit nummer is ook bereikbaar indien u geen beltegoed heeft. De NCCR is bereikbaar op de telefoonnummers 426-416 en 520-840, toestelnummer 278 en op het verkort alarmnummer 144. Dit nummer is ook bereikbaar indien u geen beltegoed heeft. COVID-19.sr als website is binnenkort beschikbaar voor informatie over COVID-19. De regering van Suriname en het Nationaal COVID-19 Management Team verwachten van u dat u samen met ons de maatregelen uitvoert. Dit zorgt ervoor dat ons land situaties kan voorkomen van vele zieken en potentiële doden zoals we in andere landen hebben gezien. De regering van Suriname en het Nationaal COVID-19 Management Team adviseren het volgende. Woont u geen openbare bijeenkomsten met meer dan 100 personen bij? Weersta de gewoonte om uw gezicht aan te raken. Was uw handen met zeep en water of gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis, alcohol vanaf 60%. Bedek uw neus en mond met een tissue bij hoesten of niezen en gooi die daarna weg. Hoest en nies in de boeg van de elleboog indien er geen tissue beschikbaar is. Vermijd nauw contact met mensen met griepsymptomen. Zorg voor versterking van uw immuunsysteem. Laat u na om goederen te hamsteren of om aan prijsopdrijving te doen. Wij vragen aan allen om begrip voor de ontstane situatie. Elk leven is belangrijk en de regering zal zich tot het uiterste inzetten om die voorzieningen te treffen ter voorkoming van wat zich op dit moment in andere landen voordoet. Wij vragen u meer dan ooit om enkel en alleen de officiële berichtgeving door de regering en het Nationaal COVID-19 Management Team te volgen. Elke dag omstreeks 6 uur in de middag zal het Nationaal COVID-19 Management Team u informeren over de ontwikkelingen en vragen u elke instructie na te leven in het belang van ons allen.